Dan vind ik het 's avonds wel prettig om even buiten te zitten. Een stukje wierook. Kaasje erbij aan. En dan kijk ik zo naar de hemel en dan zie ik allerlei vliegtuigen langskomen. Dan heb ik nooit geen idee wat voor vliegtuig dat nu is. En dan heb ik op mijn iPad een nieuw programmaatje gevonden. Die precies aangeeft waar we zitten. Dus die blauwe lamp, dat blauwe lichtje, dat is Nijverdal. Eigenlijk de Kruidenwijk. Kijk, daar woon ik, nummer 19. Als ik nou ga uitzoomen. Zo, even kijken. Of er een vliegtuigje aankomt. Dat is het mooie van dit programmaatje. Kijk. Er komt er eentje aan. Oeh, die gaat er vlak langs, hé. De KFR-02. Ja, ik hoor hem. Hij is net uit zicht, maar ik hoor hem wel. En dan kunnen we hier zien. Hij ontsnapt al bijna. Even kijken, hier hebben we hem. Dan klik ik erop. Oh, wacht even jongen, daar hebben we hem. Wat blijkt het nou? Het is de Kingfisher Airlines van India. Goed man. Dat is hem. En het is een Airbus. Twee motoren. En die komt van Heathrow. Dus hij gaat van Londen naar het Indira Gandhi Airport in Delhi, India. Goh, even kijken, koers is 87 graden. Aircraft, dat is een Airbus A332. Hij zit op 11 kilometer hoogte. Ja, jongen, kijk, daar heb je hem wel, de Kingfisher. Goed man. Ja, daar ging die. Oh, onderlangs ging er alweer eentje. Nou, op zo'n manier kan ik precies in de gaten houden wie er over mijn huisje heen vliegt. Wat een techniek, hè? Prachtig. Kijk, daar heb je er een. Bij de ster. Welke is dat? Oh, vast, dat zal deze zijn. Dat moet deze zijn. Dat is. Wat is dat? Oh, uit Arabië. De Verenigde Emiraten. En dat is. Wat voor type is dat? Ook weer een Airbus. Dat is wel populair, die Airbus. Ja, nou kijk, dat heb je wel. Ja, mooi man. Hij is alweer weg. Ja, prachtig. Wat een techniek.